Een nieuw natuurgebied met recreatieve mogelijkheden wordt gecreëerd op de rand van Tiel met Neder-Betuwe. K3 Delta ontwikkelt daar het gebied de Lingemeren ter hoogte van Echteld. Het bedrijf wint ter plaatse al jaren zand. Zandwinning gaat hand in hand met natuurontwikkeling, recreatie en duurzame energie, zo laat het bedrijf weten. Met de winning van zand betalen we de ontwikkeling van het gebied. Het gebied dat nu de Lingemeren is, was ooit landbouwgrond en wordt een aaneengesloten waterrijk natuur- en recreatiegebied. Hierbij werkt K3 samen met lokale partijen, natuurorganisaties en overheden. Tijdens een open middag kregen bezoekers te voet of per boot inzicht hoe een zandwindgebied zich ontwikkelt naar een uniek natuur- en recreatiegebied. In januari van dit jaar is bijvoorbeeld gestart met de aanleg van de Lingepolder, met 30 drijvende eilanden met tiny houses die erop gaan komen, die voor een nacht kunnen worden gehuurd en per kano kunnen worden bereikt. De eilanden gaan een verbinding vormen tussen de Noord- en Zuidoever, waar wandelaars gebruik van kunnen maken. Een drijvend zonnepanelenveld gaat er ook komen.